Het EK voetbal staat voor de deur en dus is Hoenderloo traditioneel het beginpunt van de voorbereiding. Met ook, zoals gewoonlijk, een batterij aan camera's en journalisten voor de poort. En natuurlijk supporters die een glimp van hun helden willen opvangen. Daar is ineens de auto van een debutant, achterhoeker Alexander Buettner, die alleen even komt kennismaken omdat hij nog moet spelen met Vitesse. Wat een gekhuis, hè? Ja, zeker. Ja. Druk. Mooi om te zien. De meeste internationals hebben weinig zin in raampje open, raampje dicht. Maar Doetinchemmer Luc de Jong van FC Twente maakt natuurlijk even tijd. Ja, ik heb wel zin in. Ik hoop dat ik ook mee mag naar TK. Dat zou fantastisch zijn. Wat ga je allemaal doen vandaag? Ik ga lunchen, kleren passen, uitlopen. Voor de rest weet ik het nog niet. Je zit gewoon, het is de voorselectie, maar je zit gewoon bij het Nederlands elftal op dit moment eventjes. Ja, tuurlijk is het mooi en is een droom voor mij wat uitkomt en ik heb er zin in. En ook fans van Oranje genieten. Leuk, alle tamtam eromheen. En onze kleinzoon is ook een voetballer, dus voor hem is het ook heel erg leuk. Ja, allemaal camera's en allemaal fietsers. En ook allemaal auto's en voetballers. En daar gaat er weer een. Allemaal onder streng toezicht van beveiliging en politie. En dan hopen dat we een goed resultaat mogen krijgen van die heren. Mensen, maken een beetje ruimte. Ja, ja, zeker. Wat vind je van deze poespas met al die cameramensen, jij als nuchtere achterhoeker? Ja, het hoort erbij, het hoort erbij, man. Het is al leuk ook altijd. De oranje gekte dus vanmiddag in Hoenderloo, vooral mediagekte. En Alexander Buettner is er eindelijk door en kan er nu ook over meepraten.